Claudia van den Heijenberg, we zijn hier vandaag in München-Gladbach. Jullie speelden hier een belangrijke wedstrijd, denk ik, hè? Ja, ik denk een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Sterke sluiter. En ja, ik denk dat je gewoon daar 3 punten moet halen. En wat dat betreft hebben we het goed gedaan. Ja, 0-3 is ook nog een mooie uitslag, hè? Een paar mooie goals ook van jullie. Ja, het kon er nog wel een stukje meer zijn. Maar aan de andere kant konden we de eerste helft ook een paar tegen krijgen. Maar ik denk al met al een goede overwinning. En ja, voelt lekker. Ja. Vervolg is volgende week al tegen Potsdam. Dat is een moeilijke wedstrijd, denk ik. Want die hebben een sterk seizoen gespeeld al, hè? Ja, ja, is zo. Moet ik zeggen dat we erheen het eerste wedstrijd in Potsdam een goede wedstrijd gespeeld hebben. Mm-hmm. Ik denk zeker niet dat we slechter waren als Potsdam. Dus er zijn altijd mogelijkheden en ja, ook daar kunnen we punten pakken. Ja. En jij voelt je op die linkerflank heel goed, denk ik, hè? Want je hebt nog vooraan gespeeld. Ja, nou ja, als je wat ouder bent ga je een stapje terug schijnbaar. Nee, bevalt goed. Ik vind het een fijne positie linksback. En ja, een beetje aanvallend meespelen, dat past wel bij mijn spel. Dus ja. Oké, ik dank je. Proficiat en veel succes nog. Ja, dank je wel. Dank je.